Ik ben Manon Sikkel, kinderboekenschrijver en de schrijfster van Elvis Wat, miljonair, Elvis Wat, een koffer met geld. En het laatste boek dat ik schreef, Happy Camper. Elvis is 10 jaar en miljonair, niemand mag het weten, maar hij heeft een enorme villa en een zwembad en een kluis met daarin een paar miljoen euro. En op een dag komt de belastingdienst bij hem langs om alles af te nemen. En dan heeft hij niks meer, behalve een moeder. Ja, moeder is niet zoveel geld waard. En met die moeder gaat hij samen in de Happy Camper door Frankrijk rijden. En ze zijn het dorp nog niet uit of ze rijden tegen een enorm viaduct aan, waardoor de bovenkant van de bus eraf valt. En die vullen ze met water en zo hebben ze een zwembad op het dak. Het is het boek dat ik heel graag had willen lezen toen ik zelf 10 was. Ik droomde ervan om miljonair te zijn. Het boek Elvis Wat, Happy Camper is het ideale boek voor de zomer, omdat het eigenlijk een boek is waarbij ze eeuwig op vakantie zijn. Met oneindig veel geld. Hoewel oneindig veel geld, aan het eind van het boek is er niet zo heel veel meer over. Het is tot nu toe mijn eigen lievelingsboek.